Joop en Stijn en welkom bij weer een nieuwe vlog van ons kanaal Bicycle TV. Let op, deze video is mede mogelijk gemaakt door balkrijden.nl. Je kunt er racefietsen, e-bikes, stadsfietsen, mountainbikes, alles kun je er halen. Of bestellen natuurlijk. Maar bijvoorbeeld sportrepen kun je er ook halen. Ja, ik verwacht dat we zo meteen een rondje van 80 kilometer gaan rijden. Dus dan moeten we wel goed eten natuurlijk. Vandaag starten we de dag met Franse kork. Hier moet bidonnetje staan, cashewnootjes, banaan erbij. En dan kunnen we zo gaan rijden. Maar eerst ga ik me nog even omkleden, mijn fietsschoenen pakken en al dat soort dingen doen. Fietsschoenen en overschoenen. Ja, en dan gaan we nu naar het moment dat ik de hele tijd weer al mijn kleren uit de kast pak. B-stukken, thermoshirt, lange mouwen fietsshirt, helm, handschoenen, bindbandje en al dat soort accessoires. Fietsbroek, ook handig. Korte mouwen fietsshirt. Fietssokken. Nog even een pompje mee. Dan ga ik me nu omkleden en dan fiets uit de schuur en dan ga ik er van tussen. Zit het weer vandaag wel mee? Ja, het was een erg leuke ronde. We hadden een intervaltraining gedaan van 50 kilometer. Nou, niet de hele ronde was niet interval, maar af en toe hadden we nog een sprintje bij een plaatsnaambordje. En dan hadden we nog interval, hadden we natuurlijk nog. En dan 4 minuten volle bak. En dan 2 minuten gewoon helemaal rust en je ademhaling gewoon even helemaal weer goed zien te krijgen. Ik vond het erg leuk en dan ga ik jullie zo meteen nog even een vraag stellen. Ja, dit is iets beter. Ja, en dan heb ik nu een vraag aan jou. Letterlijk aan jou. Wat vind jij van de vlogs en wat vind jij daar leuk aan of minder leuk? Laat dat even zeker weten hieronder in de reacties. En wat ik dan ook nog graag zou willen weten, of jullie de langere vlogs leuker vinden of de kort en bondige vlogs die ik eigenlijk maak. En Sven die geeft ook nog een beetje uitleg in de langere video's. Wat vinden jullie leuker? De langere vlogs waar veel meer gepraat wordt of de kortere vlogs waar gewoon wat het gewoon kort en bondig is en dat het gewoon lekker snel wegkijkt? Laat het ook even weten in de reacties. En dan gaan we nu weer door. Ja, nog even voor alle geïnteresseerden voor de route. Met alle gemiddelde snelheden, de maximale snelheden. En zo staan hier allerlei dingetjes over onze route. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal en zien jullie Sven volgende week.